Hey iedereen en welkom in een nieuwe video. Ik hoop dat iedereen het goed maakt en dat iedereen zijn tijd goed besteedt. Als je niet moet gaan werken natuurlijk, of als je van thuis uit moet werken, dat je een balans vindt tussen het werken en het zorgen voor jezelf en de nodige rust nemen wat dat nodig is natuurlijk. In deze video wil ik met jou spreken over het eenheidsbewustzijn. Het eenheidsbewustzijn is eigenlijk hetgeen waar we allemaal nu op dit moment aan naartoe aan het ontwaken zijn. Waarbij dat we eigenlijk allemaal meer en meer gaan beseffen, eigenlijk bewust gaan worden dat we niet allemaal losse stukjes van elkaar zijn, maar dat we eigenlijk allemaal puzzelstukken zijn van één grote puzzel of allemaal druppeltjes water zijn in één hele grote oceaan. En ik heb, voordat de crisis eigenlijk begonnen is, ik ben er eigenlijk vorig jaar mee begonnen vanuit een idee dat ik doorkregen heb van mijn gidsen, om een boek te schrijven rond het eenheidsbewustzijn en eigenlijk meer nog rond de integratie van dat eenheidsbewustzijn. Man, wie heeft dat woord uitgevonden? Zwat. En ik heb een e-boek geschreven. Waarom een e-boek? Omdat dat heel makkelijk is om te verdelen en als je dat wenst, dan kan je dat gewoon uitprinten zoals ik eigenlijk gedaan heb. Dus ik heb mijn e-book in een printversie of geprinte versie gemaakt, zodanig dat het gemakkelijk is om dingen op te zoeken, om dingen te lezen. Maar als je graag leest op de computer, dan kan je dat e-book op de computer lezen. Nu, in dit e-book dat ik geschreven heb, dan neem ik je eigenlijk een stukje mee naar hoe dat is om te leven vanuit een hoger bewustzijn. En vooral naar een aantal inzichten die nodig zijn om tot het niveau van dat bewustzijn te komen. Wat leer je ook nog? Je leert eigenlijk hoe je alle moetens die je nu hebt in je leven kan gaan veranderen in bewuste keuzes. Waardoor je niet meer het gevoel hebt dat elke dag dingen moet doen. Uiteindelijk moet je niets, je mag. En dat is een kwestie waarin je jezelf dan ook veel meer of veel vrijer gaat voelen. Waarin je echt een bewuste keuze gaat gaan maken om meer vrijheid toe te laten in je leven. En hoe meer je die verschuiving maakt van het bewustzijn waar je nu in bent, waarin dat, we voornamelijk keuzes maken vanuit het ego-gestuurde bewustzijn, en waarin dat we aan het groeien zijn naar het hartgedragen bewustzijn, daarin ga je ook veel meer innerlijke rust gaan ervaren. En dat zijn ook zaken die ik allemaal bespreek in het e-book. Ik ga in deze video kort samen met jou eens het e-book overlopen, zodat je een idee hebt wat ik kan verwachten en waar dat we naartoe gaan en waar dat we heen gaan. En weet dat ondanks wat er in je uiterlijke wereld gebeurt, die innerlijke rust is er altijd. En dat is iets wat heel belangrijk is om nu ook te weten, want het is ook gewoon een kwestie van het richten van je aandacht, het richten van je focus. En natuurlijk de mate waarin dat je bewust bent. En de mate waarin dat je daar bewust bent over het feit dat je inderdaad je gedachten en zo kan gaan sturen. En net nu is de nood aan ondersteuning en duidelijkheid op vlak van persoonlijke en spirituele groei eigenlijk nog nooit zo groot geweest. En daarom ben ik eigenlijk ook blij dat ik vorig jaar met dit e-book begonnen ben. Dat ik mijn leiding daarin gevolgd heb, omdat ik dit nu al klaar heb voor jullie om aan te rekenen. Maar niet alleen het e-book, als je het e-book aanschaft, is niet alleen het e-book dat je ontvangt natuurlijk. Je krijgt daarnaast ook een reading en een channeling en een sessie van 30 minuten. Met mij, waarin dan we echt gaan kijken wat dat je nu op dit moment tegenaan loopt, wat dat je nu nodig hebt. Bovendien is het niet alleen nog de persoonlijke begeleiding die je krijgt, maar op de downloadpagina waarin dat je ook het e-book kan dan downloaden, ga je ook nog meditaties, visualisaties en eigenlijk healingen terugvinden om je verder te helpen op het pad van je persoonlijke en die spirituele groei. Nu, kort over mezelf. Dus ik ben Lindsay en ik ben al een tijdje op het pad van bewustwording aan het lopen. Ik ga niet heel mijn verhalen te doeken doen, want dan wordt het te lang. En ik heb het al op genoeg plaatsen geschreven en gedeeld. Hè.
Maar eigenlijk mensen ondersteunen op pad van bewustwording. Mensen wakker schudden, dat is mijn passie. Dat is mijn drijfveer en dat is de reden waarom dat ik uiteindelijk ook geboren ben als de persoon dat ik nu ben. En daarom gebruik ik al mijn aangeboren talenten en gaven om het leven van anderen te verbeteren, om jouw leven te gaan verlichten. En met mijn actieve transformatiekracht en mijn helende handen kan ik blokkades, problemen en verkeerde programmering aanpakken en transformeren op structureel, biochemisch, emotioneel en energetisch vlak. Eigenlijk kortom, een heel systeem. Zelf ben ik in eerste instantie helderhorend, maar ik ben ook helderwetend, heldervoelend en helderziend, waardoor dat ik eigenlijk heel gemakkelijk boodschappen ontvang van mijn gidsen uit andere dimensies, uit andere realms, noem ik het meestal, omdat dat makkelijker of beter in de mond ligt. En eigenlijk allemaal met als doel om jou weer op jouw pad te zetten, om jou te tonen waarom dat jij hier bent geboren en wat dat jij hier komt leren, welke blokkades je nog te healen hebt, welke inzichten dat je nog te leren hebt, welke lessen waar je nu mee bezig bent, waarom dat iemand in jouw leven komt, waarom daar een relatie stuk gelopen is. Kortom, al die dingen, daar krijgen we inzicht in. En van zodra je inzicht krijgt in iets wat er gaande is, dan zorg je er eigenlijk voor dat je zelf krachtiger wordt. Dat je eigenlijk weet, doordat je weet wat er gaande is, ik zou zeggen, krijg je een stukje meer controle over je leven. Ja, voor een stuk wel. Maar groeien naar een bewustzijn of naar een hoog bewustzijn is ook net het vertrouwen dat het niet weten van iets ook goed is. Omdat je vertrouwt dat alles zal duidelijk worden op het moment dat het duidelijk moet worden. Nu, het e-book zelf is opgebouwd uit een aantal onderdelen. Het eerste onderdeel is verschuiving in bewustzijn, waarin dat ik eigenlijk vertel wat dat er op dit moment aan het gebeuren is. Omdat veel zielen op dit moment op aarde leven, dus geïncarneerd zijn in deze tijd, en dat bedoel ik niet degene die nu pas geboren zijn, maar eigenlijk iedereen die nu op dit moment leeft. In een mensenlichaam, ik kan het zo zeggen, want anders is dat misschien ook weer onduidelijk. Maar dus, die zijn hier om gebruik te maken van de enorme verschuivingen die nu aan het gebeuren zijn. De aarde is al een tijdje aan het verhogen in energie en dat kon je eigenlijk ook al zien door het feit dat heel veel mensen overal tegenaan liepen, relaties gingen stuk, mensen veranderden van job omdat ze zich niet meer goed voelden. We werden eigenlijk allemaal door een trechtergat geduwd. En nu toont zich dat ook echt in het fysieke. Door het virus, door het feit dat we eigenlijk allemaal gedwongen zijn om thuis te blijven. En de grootste reden daarvan is dat we eigenlijk allemaal zullen bewust worden wie dat we zijn. Wat dat we hier komen doen, wat dat onze ware essentie is. En vooral op welke manier dat we dan die ware essentie, wie dat we werkelijk zijn, van diep van binnen op zielsniveau, om dat hier neer te zetten op aarde. Dat is het ware doel van elke ziel die nu geïncarneerd is. Dus zowel van mijn doel, als van jouw doel, als die van je buur, als die van je ouders, van je broers, zussen, vrienden, vriendinnen, collega's, maakt niet uit. Iedereen. En daarom is het ook belangrijk om in deze tijd meer te weten over de wetten van één, of de Law of One. En dat is eigenlijk de wet van de goddelijke eenheid. Dat is één van de wetten van het universum. En die vertelt ons eigenlijk meer over wat dat die bewustzijnsverschuiving op dit moment eigenlijk over gaat. Ik heb daarnet ook al een stukje gezegd. Hé, we hebben heel lang gedacht dat we afgesneden waren van de bron. Dat we allemaal aparte identiteiten en individuen waren. En voor een stuk is dat ook zo. Maar we waren ook vergeten dat we ook allemaal één zijn. En dat we ook allemaal verbonden zijn. En dat is hetgeen wat ik ook een stukje uitleg. In het eerste deel, en waarin ook ik ook spreek over één worden in individualiteit. En als je een trouwe volger bent of regelmatig blogs en zo leest, dan ga je dat waarschijnlijk al gehoord hebben dat ik dat regelmatig zeg, of regelmatig spreek over één wording in individualiteit. En dat is waar we eigenlijk naartoe aan het groeien zijn, en dat je de komende jaren meer en meer door meer mensen gaat zien omarmen, zien belichamen, zien gaan eigenlijk in de realiteit gaan brengen. Waarom? Omdat we langs de ene kant gaan beseffen dat we allemaal één zijn. En toch gaan we nog bewust zijn van onze eigenheid, van onze authenticiteit. En meer mensen gaan ook weten dat we allemaal afkomstig zijn van dezelfde bron.
maar dat we allemaal een ander stukje zijn van die bron. Dus we hebben allemaal een ander doel hier op aarde en we zijn allemaal nodig. We zijn allemaal gelijkwaardig. En we kunnen niet, je kan niet de zee verplaatsen zonder alle druppeltjes te verplaatsen. En wanneer dat je één druppeltje eruit gaat, dat beïnvloedt ook alle andere druppels in de oceaan. Eigenlijk, eenvoudiger kan ik het niet uitleggen. Dat is eigenlijk het principe of de kern van het eenheidsbewustzijn. En het eenheidsbewustzijn is eigenlijk een hoger bewustzijn. Omdat je eigenlijk meer en meer ook gaat beseffen dat de aarde er een is van dualiteit. Dus er is een boven, beneden, links, rechts, zwart, wit, warm, koud. Maar je gaat geen keuzes meer gaan maken vanuit die afgescheidenheid, vanuit die dualiteit. Je gaat meer en meer keuzes gaan maken die vanuit die eenheid voortkomen. Vanuit het feit dat je beseft van, ik ben één met anderen en alle keuzes die ik maak, hebben ook zijn invloed op mijn buren, op mijn kinderen, op mijn ouders, op mijn, zelfs je voorouders die ondertussen nog gestorven zijn. Dat is een van de zaken waar nu de meeste mensen leren of aan het ontdekken zijn. En die gaan ook natuurlijk meer en meer die beweging maken van keuzes maken vanuit dat ego-bewustzijn. En het ego omschrijf ik eigenlijk altijd vanuit het emoties, gedragingen en je overtuigingen. En die meer en meer gaan afstammen met wie dat ze werkelijk zijn. Dus het ego moet je niet gaan elimineren of gaan loslaten of van wat dan ook. Want je hebt je ego nodig, je hebt je emoties, gedachten en je overtuigingen nodig om hier je dromen en je wensen in de realiteit te gaan manifesteren. Het verschil zit erin in dat je geen keuzes meer gaat gaan maken vanuit dat ego. En dat de keuzes die je maakt komen vanuit je hartcentrum, vanuit je hartchakra, vanuit je essentie. Waardoor dat die natuurlijk een hele andere trilling hebben dan wanneer dat je dat eigenlijk vanuit je ego zou maken. Omdat je vanuit je hartcentrum die eenheid voelt en vanuit je ego voel je vooral die afgescheiden. Dat het afgescheiden zijn, het aparte zijn, anders dan de anderen. En dat ga je nu ook zien dat veel mensen eigenlijk door die donkere nacht van de ziel gaan. Omdat ze die verschuiving aan het maken zijn. Ze zijn het leven dat ze kennen brokkelt af, waardoor dat ze de angsten en de emoties en alles wat ze heel lang hebben weggeduwd, eigenlijk vergroot aan bod en naar boven komen. Waardoor dat ze het, in eerste instantie het gevoel hebben dat het leven een en al chaos is. Maar hoe meer en meer je die stap zet en meer je verbindt met eigenlijk dat andere bewustzijn waar je naartoe aan het groeien bent, hoe meer en meer je ook gaat merken dat er jou niets kan overkomen. En hoe meer je gaat zien en voelen dat dat de weg is die je eigenlijk te gaan hebt. En dat noemen ze eigenlijk een stukje het wakker worden, het verschuiven van dat bewustzijn. Dus van het ego gestuurd naar hart gedragen bewustzijn. Of zoals hij het ook wel soms noemt, van het Christusbewustzijn naar het eenheidsbewustzijn. En dat is ook iets wat ik uitleg in mijn e-book. Wat dat dan eigenlijk net is. Want uiteindelijk, Christusbewustzijn, eenheidsbewustzijn, zijn eigenlijk twee verschillende namen om dezelfde staat van zijn, van bewustzijn, aan te duiden. Dat is het belangrijkste. En natuurlijk is dat veel uitgebreider dan hetgeen wat ik je nu allemaal vertel. Maar dat is het belangrijkste stukje in het eerste deel van, van het e-book. En dan gaan we eigenlijk een stukje terug naar het verleden. Waarom? Omdat je natuurlijk niet kan weten of niet kan verder groeien als je niet een stukje de, ik zou bijna zeggen, de basis mee hebt. Maar dat je eigenlijk begrijpt van waar dat we komen. Dat je begrijpt wat er eigenlijk de mens als collectief heeft meegemaakt doorheen de jaren. En wat er eigenlijk sedert ontstaan van ons als ziel gebeurd is. En waarom dat we eigenlijk naar die nieuwe verschuiving en dat nieuw bewustzijn, waarom dat eigenlijk gebeurt. Wat maakt dat tot de evolutie van eigenlijk de wereld hoort. En dat heeft ook gewoon te maken met het feit dat er geen balans meer was tussen vrouwelijke en mannelijke energie, waar je ook natuurlijk die opsplitsing zag. En ook daar gaat in elke mens, waar dat in elke mens die mannelijke en vrouwelijke energie aanwezig is, gaat ook daar meer en meer die eenheid komen. Dus mannelijke en vrouwelijke energie gaan weer samenkomen, niet alleen in relaties, maar vooral ook in eerste instantie in zichzelf, en jouzelf. Zodanig dat we vanuit eenheid, dus dat die eenheid, dat eenheidsbewustzijn kunnen gaan verankeren en van daaruit kunnen gaan leven.
Dus daar sta ik natuurlijk ook een stukje bestel. Leg ik uit wat er daar gaande is, wat ik kan verwachten. En vertel ik je over de werkelijke doel op aarde. Want uiteindelijk, de werkelijke doel op aarde is, zoals ik al zei, ontdekken wie je werkelijk bent. Voorbij verwachtingen en overtuigingen van je omgeving, van wat je zelf opgelegd hebt. En eigenlijk een beetje terug, de reis terug naar de liefde. Want uiteindelijk, liefde en vooral onvoorwaardelijke liefde is eigenlijk de enige echte ware energie van de aarde. En niet al de voorwaarden en al de verwachtingen die we eigenlijk gaandeweg geleerd hebben en waarvan dat we gedacht hebben dat dat liefde is of te maken heeft met liefde. Dus we gaan eigenlijk meer en meer al de dingen dat we geleerd hebben, al de dingen dat we gehoorzaamd hebben, al de dingen waarvan we dachten dat dat normaal was, gaan we eigenlijk aan de waarheidsdetector gaan leggen en gaan kijken van oké, ik weet niet wie dat ik ben, maar horen deze verwachtingen, horen die meningen, hoort die manier van reageren, hoort dat eigenlijk nog bij wie dat ik werkelijk ben? Of is er ook een andere manier om te gaan reageren? En dus op die manier gaan we allemaal stuk voor stuk, ziel voor ziel, mens per mens, één voor één, want zo is hoe dat het gaat, gaan we eigenlijk een nieuwe gouden tijdperk creëren. Een leven waarin dat hemel op aarde komt. En dat is eigenlijk ook een beetje wat ze zeggen, dat de transitie is van de 3D-energie naar de 5D-wereld. Want als je leeft in 5D-energie of hoger, dan heb je eigenlijk dat eenheidsbewustzijn geïntegreerd in je lichaam, in je leven. Dat is gewoon wie dat je bent op dat moment. En dan ga je ook, alles wat je doet, gaat vanuit je authentieke energie. Dus eigenlijk echt vanuit je essentie naar buiten komen, naar in de wereld gezet worden. Dus in dat tweede deel sta ik natuurlijk een stukje stil ook bij die transitie die we maken, dat veel mensen nu aan het maken zijn en heel veel mensen ook al gemaakt hebben, waarbij dat we eigenlijk van die 3D naar die 5D-energie gaan. En dat maakt dat ik natuurlijk ook een stukje geschiedenis over de aarde mag meegeven, die jou niet geleerd is op school. En dan heb ik het voornamelijk over de gouden jaren en de gouden beschavingen van de Lemurië en van de Atlantis. Maar dat ga ik ook nu niet helemaal uiteenzetten. Dat kan je inderdaad rustig op jouw tempo nalezen in het e-book. Want het is misschien ook belangrijk om dat mee te geven in deze video. In het e-book zijn er ook lichtcodes vervat. Die jouw bewustzijn ook gaan triggeren. Dus eigenlijk in iedereen zijn energieveld, zijn aura, zijn er codes aanwezig. En door eigenlijk in contact te maken met mij, met mijn energie, met hetgeen wat ik geschreven heb, de kennis die we delen, de wijsheid die we delen in het e-book. En waarom zeg ik we? Omdat dat niet alleen van mij afkomstig is, maar ook van via mijn gids en het lichtwezen van de eenheid. Dan zorgt er eigenlijk voor dat de codes die nog slapen in jouw lichtveld en in jouw auraveld, dat die ook geactiveerd worden, zodanig dat je eigenlijk een versnelde transitie kan maken in jouw essentie en jouw bewustwording. Dus dat is een stuk ook nog in het tweede deel. En waar spreek ik verder ook nog over? Want misschien zijn niet iedereen die zich daar bewust van is, maar eigenlijk de planeet, de aarde, is een planeet van vrije wil. Wat betekent dat? Dat is eigenlijk dat niemand jou kan verplichten om te veranderen. Niemand kan verplichten om aan jezelf te werken of wat dan ook te doen. Eh? En ook geen enkel lichtwezen, dus geen enkel mens, maar ook geen enkel lichtwezen kan jou verplichten om mee te groeien in dat proces van ascensie. En dat is eigenlijk hetgeen wat je ook ziet gebeuren nu. Dat een aantal mensen, zielen moet ik dan eigenlijk zeggen, beslissen of vroeger al, voordat ze geboren werden, beslist hadden om niet mee te gaan in deze evolutie, in deze verschuiving van bewustzijn, omdat ze eigenlijk nog niet klaar zijn om in dat hoger bewustzijn te gaan leven. Dus zij moeten eigenlijk nog, of zij hebben ervoor gekozen om eigenlijk nog wat langer in die 3D-energie te blijven hangen. Niet zoals dat wij het kennen, maar wel vanuit, op een plaats, op een planeet, een plek waar dat er inderdaad dualiteit is, maar met behoud van alle gaven en talenten waarover dat wij nu eigenlijk allemaal gaan beschikken. Dus ze gaan voor een stukje leren over 3D en over dualiteit, maar het niet zo zwaar en niet zo lastig hebben zoals dat wij de afgelopen eeuwen en
Ja, laat me, decennia zeker hebben meegemaakt. In het tweede deel vertel ik je ook over misbruik van energie, over karma. Ga ik nou een stukje dieper in over de dualiteit en gescheidenheid. Vertel ik jou dat eigenlijk jouw geboorterecht is om het leven vorm te geven dat jij wenst. Dus eigenlijk een leven op jouw voorwaarden, dat is hetgeen dat jij en iedereen recht op hebben. Jij op recht op hebt. Net daarom is het belangrijk om het e-book ook te lezen, omdat er ook tools en handvatten aangereikt worden om eigenlijk uit dat systeem te stappen. Om eigenlijk te ontdekken op welke manier dat jij meer vrijheid in je leven kan gaan creëren. En natuurlijk, als ik spreek over het verleden, is het natuurlijk ook logisch dat ik spreek over de toekomst. En de toekomst, daarin spreek ik natuurlijk over, ik doe geen toekomstvoorspellingen over wanneer en waar en hoe en wat en wie. Wel over waar dat we eigenlijk naartoe gaan groeien. En dus eigenlijk de toekomst, wanneer is dat? Dat is eigenlijk wanneer dat iedereen uit de matrix gestapt is. Wanneer dat iedereen gegroeid is naar dat hoger bewustzijn, voorbij die menselijke beperkingen waarvan dat we nu denken dat we beperkt in zijn. En eigenlijk meer en meer richting onze passie gaan leven en gaan stappen. En in dit e-book toon ik jou de eerste stappen, wat dat je kan doen. Zodanig dat jij ook emotionele vervulling kan aantrekken, dat jij jouw dromen en wensen en verlangens in jouw realiteit, dus echt in jouw leven kan gaan ervaren. Want uiteindelijk, alles in jouw leven is een spiegel van je schaduw, van je onderbewuste, van je bewuste verlangens en van je onbewuste verwachtingen. Ik ga het nog eens lezen. Alles in je leven is een spiegel van je schaduw, van je onderbewuste, van je bewuste verlangens en van je onbewuste verwachtingen. En dus het is belangrijk dat je leert waar dat jouw vrede ligt. Waar ligt jouw geluk? Waar ligt jouw balans? Want dat is voor iedereen anders. En wat is vrijheid voor jou? En wat is overvloed voor jou? Dat zijn allemaal zaken dat we eigenlijk als mens nog niet genoeg over nagedacht hebben. En eigenlijk niet duidelijk hebben of niet helder hebben. Waardoor dat we het natuurlijk ook niet kunnen aantrekken. Of niet kunnen creëren in ons leven. En dan vertel ik je natuurlijk wat dat er gebeurt wanneer je het eenheidsbewustzijn echt hebt omarmd, belichaamd. Want uiteindelijk het eenheidsbewustzijn is het kosmisch bewustzijn. Dat is eigenlijk een hogere manier van waarnemen. Waarbij dat er eigenlijk ook innerlijk heel veel gebeurt. Dus van zodra dat je ook jouw lichaam hoger gaan trilt, en dat is iets wat ze eigenlijk wetenschappelijk kunnen gaan meten. Gaat er ook van alles gebeuren. Je chakras gaan veranderen, je DNA gaat gaan veranderen. Maar op dit moment is de wetenschap nog niet altijd in staat om al die zaken te gaan meten. Maar dus, wanneer je vanuit het eenheidsbewustzijn gaat gaan leven, gaat eigenlijk ook je persoonlijkheidsstructuur een stukje gaan veranderen. Eigenlijk ook meer en meer vanuit dat hoger ontwikkelde systeem gaan zijn. En veel minder vanuit het... Hoe had ik het genoemd? Een ingewikkeld verdedigingssysteem. Waar dat eigenlijk meer het ego-bewustzijn wel een verdedigingsmechanisme was. En die verdediging hebben we natuurlijk niet meer nodig. Waarom niet? Omdat je eigenlijk vanuit die eenheid dat je ervaart met alle leven om je heen, dat je eigenlijk in staat bent om alle eenheid waar te nemen. En alles als een trilling te zien, alles als een energie te zien. En het belangrijkste om het verschil uit te leggen is, zolang dat we eigenlijk in een primitieve wereld leefden, dan hadden we eigenlijk ons ego nodig om ervoor te zorgen dat wanneer dat wij werden achtervolgd door een roofdier, dat we konden vluchten. Maar op dit moment zijn er geen roofdieren meer, of je moet natuurlijk ergens zien we dat er wel nog zijn, maar de meeste mensen worden niet meer met dergelijke avonturen geconfronteerd om op zoek te gaan naar voedsel, wat dat we vroeger met een lagere bewustzijn dat wel nood aan hadden. Dus dat zijn zaken waar ik ook nog dieper op inga, wat het verschil is tussen het bewustzijn dat we vroeger hadden en het 5D-bewustzijn waar dat iedereen nu naartoe aan het leven is. Want dat uiteindelijk is mijn toekomst en ook jullie toekomst, waarin dat we allemaal vanuit dat 5D kosmische bewustzijn gaan leven. En in dat stukje onze toekomst sta ik eigenlijk ook stil bij het heilige huwelijk. En vooral de eenheid die ook in relaties gaat gaan komen.
Want hoe dat draait ook of keert ook, het meest begeerde wat de mensen willen op aarde is ware liefde. Een connectie met iemand op zielsniveau. En uiteindelijk wil iedereen die authentieke, die ware liefde, die, zoals ik al zei, de frequentie is van Moeder Aarde, maar die ervoor ook zorgt dat wij gewoon ook onszelf kunnen zijn. Dat wij gewoon ons authentieke zelf kunnen zijn. Maar doordat we zo geprogrammeerd zijn en zoveel dingen verkeerd aangeleerd geweest zijn, weten we eigenlijk niet meer goed hoe dat we eigenlijk relaties vanuit die ware onvoorwaardelijke liefde moeten gaan aangaan. En dus daarom heb ik ook een stukje opgenomen daarover, omdat ik als tweelingvlam ook heel veel zaken daarover omtrent ervaren heb zelf in mijn connectie met mijn tweelingvlam. Enerzijds, maar anderzijds ook zaken heb gechanneld, heb doorgekregen om met jullie te delen. En dat heeft natuurlijk ook te maken met de mannelijke en die vrouwelijke energie die in elk mens, dus ook in jou en in mij, aanwezig is. In het stukje toekomst hebben ze mij gevraagd om ook een stukje op te nemen rond onderwijs, rond hoe dat we omgaan en kijken met geld. Maar ook hoe dat we eigenlijk kijken naar de manier waarop dat we onszelf gaan genezen. En dat is ook de reden waarom dat er ook healingen en visualisaties bij dit e-book horen. Omdat het jou helpt jouw eigen zelfgenezend vermogen te gaan activeren. Dus dat wordt ook allemaal meegenomen en werd ook opgenomen in het e-book. En dan, als ik het goed voor heb, een laatste stukje. In het e-book gaat over het doel van ascensie. En daarin sta ik natuurlijk stil bij wat is ascensie. Leg ik uit wat dat het is, hoe dat je weet dat je aan het ascenderen bent. En uiteindelijk het werk dat je hier te doen hebt. Het werk dat je hier te doen hebt, uiteindelijk, heel kort omschreven, is eigenlijk ontdekken wie dat je werkelijk bent en eigenlijk jezelf gaan manifesteren in je huidige leven. Waarom? Wel, omdat ik daarnet al zei, iedereen heeft hier een andere trilling, een andere uitdrukking van de bron. Het is de bedoeling dat wij allemaal onszelf gaan uitdrukken zoals dat we werkelijk zijn. En dus eigenlijk niet langer een bepaalde rol gaan op ons nemen of ons anders gaan voordoen dan we zijn of maskers gaan opzetten. Verder zijn we hier ook om karma uit te werken. En dat, wat is dat karma? Is eigenlijk niks meer dan eigenlijk alle energie dat wij vorige levens op een verkeerde manier of negatieve manier of ten koste van anderen hebben gebruikt. Waardoor dat we nu de kans krijgen om de zaken die we niet geleerd hebben, de zaken die we eigenlijk verkeerd aangepakt hebben, om dat nu op dit moment recht te zetten. En natuurlijk leren we meer en verder ondertussen over die dualiteit, waarin dan we ontdekken dat er geen licht is zonder donker. En dat je eigenlijk, als je dat wenst, gewoon uit de matrix kan stappen. De matrix kun je zien als een spinnenweb. Waarom? Een spinnenweb dat je eigenlijk zelf gecreëerd hebt, maar dat betekent dus ook dat je het zelf kan veranderen. En door in dat proces van bewustwording en ascensie te gaan stappen, ga je eigenlijk meer en meer gaan samenwerken met je hogere delen, met je hogere bewustzijnsdelen, zoals hogere zelf, zoals lichtwezen, zoals engelen, maakt niet uit, waar dat jij je toe aangetrokken voelt. Maar dus ga je eigenlijk samenwerken met andere wezens, om enerzijds jouw kennis en wijsheid vanuit vorige levens terug gaan op te roepen en te gaan herinneren, zodat je ze nu kan gaan gebruiken in dit leven. En anderzijds, om eigenlijk alle blokkades die nog in jouw systeem zitten, al dan niet van jezelf, om die te gaan transmuteren, zodanig dat ze eigenlijk geen ballast meer vormen voor je verdere leven en je verdere zielsgroei. Want uiteindelijk gaat het over de groei van je ziel. Dus in het laatste deeltje vertel ik je dan ook nog meer over de verschillende niveaus waarin dat die zielsgroei ook plaatsvindt. Een stukje over wat ik kan gaan doen. Eigenlijk een aantal volgende stappen die ik kan gaan nemen. Zodat je ontdekt hoe dat jouw spirituele groei verder kan gaan verlopen. Want uiteindelijk
Er is geen vaststaande volgorde waarin dat spirituele groei gebeurt, of waarin dat ascensie gebeurt, of waarin dat mensen wakker worden en bewust worden. Maar door de verschillende contacten met klanten, met volgers, met kennissen, met vrienden en van mezelf, en ook een stuk gechanneld, zit er wel een rode draad in. En daarin heb ik eigenlijk dat wat opgesplitst in 4 stappen. Waarbij dan stap 1 is het leren kennen van je grenzen, die grenzen ook stellen en gaan respecteren. De tweede stap is ontdekken, ontplooien van je talenten en je kwaliteiten. En dus zodat je eigenlijk echt gaat gaan herkennen wie dat je bent. En stap 3, leren omgaan met uitdagingen op jouw unieke manier. Waarbij dan eigenlijk dan door duidelijke keuzes te gaan maken, eigenlijk jezelf meer en meer gaat gaan realiseren. Dus door doelen te stellen en door geïnspireerde actie te ondernemen. Wat wil ik daarmee zeggen? Geïnspireerde actie is eigenlijk actie die komt vanuit de roerselen van je ziel, de signalen die je ziel geeft en eigenlijk hetgeen wat je voelt via je intuïtie. En stap 4 is eigenlijk de laatste fase en uiteindelijk is dat een stap die nooit eindigt, maar dat is eigenlijk het verwerven van meer meesterschap over je leven, waarin dat je eigenlijk dus dan gaat gaan leven vanuit vertrouwen, vanuit zelfvertrouwen en je innerlijke wijsheid eigenlijk gaat gaan gebruiken om jouw leven op een moeiteloze manier te gaan creëren. Dus dat zijn eigenlijk de stapjes die een stukje een rode draad kunnen zijn voor jezelf. Om te gaan kijken van oké, waar moet ik nog aan gaan werken? Waar ben ik eigenlijk al een stukje meester over? Wat kan ik al goed mee overweg? En waar heb ik nog dingen te leren? En uiteindelijk gaat het altijd maar over dezelfde dingen. Het gaat over zelfliefde, je zelfbeeld. De manier waarop je jezelf gaat gaan realiseren, dus hoe je jezelf in de wereld gaat gaan zetten en vooral zelfacceptatie. Een heel belangrijke. Omdat dat eigenlijk allemaal kernwoorden zijn die doorheen je groei en je ontwikkeling aan bod komen. En die eigenlijk doorheen het proces van bewustwording en ascensie op je pad gaan blijven komen. Uiteindelijk vertel ik jou dan nog een stukje over het terugkeren naar je blauwdruk, waar dat eigenlijk heel simpel uitgelegd is, dat je teruggaat, dat eigenlijk alle ballast en alle dingen die je verkeerd aangeleerd hebt, alle dingen die niet meer in balans zijn, dat je die in balans gaat gaan brengen en dat je eigenlijk weer wordt zoals je oorspronkelijk bedoeld bent te zijn. En daarvoor kan je eigenlijk jouw transformatiekracht gebruiken. Dus daarom leg ik ook uit wat dat je transformatiekracht is en op welke manier dat transformatiekracht eigenlijk werkt. En eigenlijk dan het extra stukje, dat zijn healing en ascensie tools. En ik ga ook meegeven welke dat je mag verwachten. Dus in dat deeltje heb ik eigenlijk ook gewoon vermeld wat dat je kan verwachten. Maar de healingen en de visualisaties, die werden opgenomen via audio of video in het, of op, het, op de downloadpagina, zodat je dat gemakkelijk los van je e-book kan gaan bekijken, beluisteren. Maar wat zit er dus bijvoorbeeld in? Een healing waarbij je het hartchakra gaat gaan openen met de energie van de derde goddelijke straal, samenwerking met Meester Paul, de Venetian en Aartsengel Gamuel. Dat is één. Dan is er een eenheidshealing. Dat is eigenlijk een zelfhealing via het hele hart, waarbij je je code gaat gaan doorsnijden, je grondingscode gaat gaan aanpassen en eigenlijk een zelfhealing krijgt via de gouden straal van de goddelijke gouden straal. Verder is er nog een audio en video die je helpt energie, meer inzicht te krijgen rond energie vervuilen, energie opladen, reinigen en overname van energie. Dan is er nog een visualisatie waarbij je je hoofd en je hart gaat gaan verbinden om te gaan manifesteren. Waarom? Omdat je eigenlijk je hoofd en je hart beide nodig hebt om dingen in de wereld te gaan brengen. Dus daar gaan we ook een visualisatie voor. Heb ik dat gemaakt en staat dat klaar voor jou? Er is ook een visualisatie waarbij je zielenstaar en je aardestaal gaat gaan verbinden. Wat dat die juist zijn, dat wordt ook uitgelegd in die audio. Verder is er ook een audio waarin dat je, of een visualisatie waarin je contact kan nemen met je gidsen en je hogere zelf. En vertel ik je nog meer over waarom dat belangrijk is als je werkt met energie, om ook heel zuiver te zijn in het werken met energie.
wat dat er gebeurt in de VVD als je gaat gaan knuffelen en waarom dat je dat ook belangrijk is om daar ook heel bewust mee om te gaan. Dus dat allemaal, nog meer informatie, nog meer tools, zodanig dat jij in eerste instantie jezelf ook een stukje kan healen en niet altijd afhankelijk bent van anderen. Maar vooral ook om je verder te ondersteunen in jouw pad van bewustwording. En daarom is het ook belangrijk om bij die extra tools te gaan kijken waartoe dat je het voelt aangetrokken. Want sommige zaken gaan voor jou misschien in het begin wat toegankelijker zijn, andere gaan misschien al iets moeilijker zijn. En dat is oké. Okay. Maar weet dat ongeacht of dat je begrijpt met je logische verstand hoe dat er aan de hand is, of wat er gezegd wordt, of wat er gevraagd wordt, je hogere zelf en je ziel horen en weten wat er mag gebeuren. Dus eigenlijk door op dat moment ook gewoon te vertrouwen en het resultaat los te laten, zal alles wat jij op dat moment nodig hebt en wat dat goed is voor jouw groei op dit moment, zal ook doorkomen en zal ook gebeuren. En dus ook daarin is het gewoon ook een kwestie van vertrouwen. En dat is misschien nog de grootste les dat we eigenlijk allemaal te leren hebben in deze grote ontwaking en in deze grote verschuiving van of naar het eenheidsbewustzijn en vooral het integreren van dat eenheidsbewustzijn in wie dat je bent en in jouw dagelijkse leven. Zo, dat was het voor nu. Mocht je vragen hebben of onduidelijkheden of problemen met bestellen van het pakket waarin het e-book is opgenomen, geef gerust een seintje, zet je vraag hieronder in de box of stuur me een mailtje via de website en dan ga ik met veel plezier jouw vraag beantwoorden. Zeg je van ik heb nood aan extra ondersteuning en heb niet genoeg met het pakket dat je mij nu aanbiedt, kijk dan ook zeker op mijn website en in de comments hieronder of in de uitlegbox of hoe dat ook noemt. En daar ga je zien op welke manier dat je ook nog met mij kan samenwerken. Dus, dat was het voor nu. En hopelijk tot in de volgende video. En dan hoor ik en zie ik jou later wel. Dag!